Je ziet eigenlijk aan de merken van de auto's, dit is namelijk een Rolls Royce, hè, die je hier ziet. Dan zie je dat het een hele goede straat is eigenlijk, hè. Een dure straat vooral. Maar als je dan verder kijkt naar de Ellebel, zie je dat aan de overkant Ellebel, die winkel die heet zo Ellebel. Dat was vroeger een sigarenwinkel, nou, die kon natuurlijk de huur niet meer betalen. Dat werd, zo zie je hoe een straat verandert, want mensen wilden allemaal natuurlijk heel veel geld verdienen. En toen moest de Ellebel, die moest... veranderen. Die moest naar een andere plek toe. Althans, de sigarenwinkel die daar was, moest naar een andere plek toe. En die zit nou hier om de hoek. Nou, we zijn hier bij Brom. En dat is eigenlijk precies op de hoek van de Johannes Verhulststraat en de Cornelis Schuitstraat. En ik vertelde daarnet dat die sigarenzaak, die sigarettenzaak, die verhuisd is. Die is in deze winkel verhuisd. En als we gaan kijken, dan zie je dat dit een... Eigenlijk, en je kan het daar al zien, ze verkopen hier snoep, tabak, kranten en tijdschriften, sleutels en telefoonkaarten. Maar eigenlijk is dit een winkel, en dat kan je hier zien, dit is dezelfde winkel, Brom, waar ze alles verkopen op het gebied van ijzerwaren en gereedschap. En zo zie je dat die winkel die heeft ruimte geboden voor die sigarenzaak.